Vandaag de laatste voorspellen met, tenminste de laatste selectiespelers die aan de beurt zijn. Geraldo Becker en Alexander Bielica, zij voorspellen de 9 eredivisie wedstrijden. Een op papier wellicht makkelijk programma, dus kijken of jullie het waar kunnen maken en de koppositie over kunnen nemen. Op dit moment staat Rick Dekker bovenaan met 6 punten. Ja, als jullie een beetje goed voorspellen moet dat toch te doen zijn en dan winnen jullie deze voorspellen met competitie. Jullie hebben de stift al, jullie mogen je naam invullen bovenaan en dan mogen jullie invullen wat jullie denken over dit weekend. Een 1 is dus een thuisoverwinning, een 2 een uitoverwinning en een 3 een gelijkspel. Heren vullen veel thuisoverwinningen in. Volgens Geraldo Becker is het ook een voorspelbaar programma. Ja, ik hoef er niet lang over na te denken, zeg maar. En ja, ik zie goede ploegen, maar je weet het nooit. Nee. Je zegt bij Heracles PEC een tweetje, ook voorspelbaar omdat je natuurlijk voor PEC Zwolle speelt. Denk je dat je dit seizoen nog in actie komt voor PEC Zwolle? Ik train nu alweer 2 dagen met de groep mee en het voelt goed. En ja, ik hoop er zo snel mogelijk bij te zijn. Ja, en je verwacht ook dat je speelminuten gaat maken? Ja, ik denk volgende week tegen Ajax zeker. Bij FC Twente rommelt het aan alle kanten. De Tukkers gaan het weekend op bezoek bij FC Utrecht. Toch denkt zowel Bielica als Becker niet dat Twente gaat verliezen. Ja, ik denk dat het een spannende wedstrijd kan worden. En ergens moet het toch een gelijkspel worden. Dus vandaar een 3. Ja, wellicht heb je het goed voorspeld. Jouw contract bij PEC Zwolle loopt af en wordt niet verlengd. Ja, is Twente een ploeg waar je misschien volgend seizoen voor wil spelen? Twente? Ja, ik wil niet, ik weet niet. Ik weet op dit moment niet waar ik voor wil spelen. En, ik ga er nog even goed over nadenken tot de zomer. En dan zien we het wel. Is er al belangstelling op dit moment? Ik weet niet. Ik heb niet met mijn zaakwaarnemer gesproken nog. En, ik wacht het gewoon af. Ik ben nog steeds bezig met trainen en voetballen. En dan zie ik het wel vanzelf me afkomen. Nog even de voorspellingen op een rijtje. Een 1 is dus een thuisoverwinning, een 2 een uitoverwinning en een 3 een gelijkspel. We'll be right back.